alle bommen en granaten, jongen. Is dat allemaal voor Nederland? Ja, zeker. Dat mag toch helemaal niet meer? Dat spreken we allemaal hier af, dat bewaren we. We gaan niet meer naar Nederland. Nee, waarom niet meer dan? Geen zin in. Nieuws. In Nederland hebben wij een fantastische traditie, namelijk vuurwerk tijdens oud en nieuw. Deze fantastische traditie die wordt zomaar de sloot ingeflikkerd. Want ja, Nederland zou Nederland niet zijn als we alle tradities hoppakee zomaar vakant maken. En zeg nou zelf, wie steekt er nou geen vuurwerk af ondanks een vuurwerkverbod? Oeh. Jeffrey, 16 gemeenten die hebben dit jaar een vuurwerkverbod. 30 willen er een. Wat vind jij daarvan? Nou, dat het een symboolmaatregel is die in de werkelijkheid geen effect zal sorteren. Het is meer een deel van het illegale vuurwerk. En als er slachtoffers zijn, dan wordt er meestal gezegd dat het van het legale vuurwerk is. Maar dat is natuurlijk onzin, want wij hebben alleen nog maar compounds. En als je een rotje hebt, die kun je je handen halen. Want dan knalt je hand er niet vanaf. Hoor. Ja, het is gewoon populair. Hè? Het is echt een traditie, het vuurwerk afsteken in Nederland. En in België mogen wij heel het jaar verkopen. En het is hier net wat harder, net wat mooier, net wat goedkoper. En daarom komen de Nederlanders naar hier. Betrapt. Ja. Ja, vroeg bij zijn, hè. Vind je het niet walgelijk wat je doet? Nee. Is dat nou vuurwerk? Ja, man, bro. Maar dat haal je dan in België? Ja, man. België. Waarom niet in Nederland, hè? Ik hou niet echt van categorie 1 vuurwerk, man. Veel vuurwerkverkopers zeggen dan van, het illegale vuurwerk. Dat moeten we niet in Nederland hebben, maar dat verpest de traditie. Dit is natuurlijk vuurwerk uit België dan. Heet dan het idee van, ik heb nu echt zwaar, heel zwaar illegaal vuurwerk in huis? Nee hoor, het is alleen wat siervuurwerk, dus wat potten. Dus geniet echt qua, ziet wel wat dingen liggen natuurlijk, hè, qua nitraten en dat soort dingen. Maar dat hebben we niet bij ons. Het is alleen wat siervuurwerk. Geen zware explosieven? Nee, geen zware explosieven. Gaan we op zoek naar de volgende. Alle bommen en granaten, jongen. Ja, want dat mag natuurlijk. Oh jongens, hebben jullie flink ingeslagen. Dat mag toch helemaal niet meer? Dat spreken we allemaal hier af. Dat bewaren we. We gaan niet meer naar Nederland. Nee, waarom niet meer dan? Geen zin in. Dat weten jij en ik, hè? Moet je niet zeggen. Zou ik anders helpen tillen, meneer? Ja, als je het maar een beetje gespreid houdt. Hè? Zoals op plekken zeggen waar geen vuurwerk is, is prima. En als je het dan wel doet waar wel mag, ja. Maar houd een beetje rekening met elkaar, hè? Dat is belangrijk. Dus zoveel mogelijk vuurwerk afsteken in de buurt van bejaardentehuizen en ziekenhuizen. Nee, juist niet, hè? Is dat nou allemaal voor Nederland? Ja, zeker. Ja, ik denk dat steeds meer mensen toch wel de traditie in ere willen houden en daarom hier vuurwerk komen halen. Vind je het ook een stukje betutteling van het Nederland? Betutteling durf ik niet helemaal te zeggen, maar ik vind het gewoon bijzonder jammer dat ze het legale met het illegale door elkaar mixen. Als je mensen hoort praten over de redenen voor een verbod, dan hebben ze het alleen maar over al die harde knallen en dat er al zo lang van tevoren geknald wordt. Maar dat is niet de schuld van het legale siervuurwerk, want dat kan A, niet zo hard knallen. En B, is het maar de laatste 3 dagen van het jaar te koop. Dus alles wat daarvoor al zo lang van tevoren knalt, dat is allemaal zwaar illegaal vuurwerk. Je zou kunnen zeggen dat het illegaal vuurwerk, maar de kanttekening die ik erbij maak is dat het gewoon CE gekeurd is. Het is gewoon categorie F2. Het is dan misschien soms net wat harder of mooier, maar dan maakt het in mijn ogen niet per se zwaar illegaal. Want wat is dat dan wel, dat zwaar illegale vuurwerk? Ja, dan heb je het in mijn beleving over de cobras en dergelijke. En dat is ook gewoon voor België is dat zwaar illegaal. De mensen moeten echt goed bij zichzelf te raden gaan. Wil je over een paar jaar nog een prachtig stukje cultureel erfgoed hebben waar je met z'n allen van kan genieten? Want het gebruik van het illegale vuurwerk ondermijnt wel het draagvlak voor de Nederlandse vuurwerktraditie. En dat vuurwerk wat uit België komt of uit Duitsland, ben jij daar dan tegen? Ja, koop gewoon Nederlands legaal siervuurwerk. Dat is net zo mooi. En in België en Duitsland worden ook gewoon vuurwerksoorten verkocht die niet toegestaan zijn hier. Zoals vuurpijlen of zwaardere fonteinen of knalvuurwerk. Dat zie je ook niet toegestaan. Dus je kan jezelf er ook nog heel erg mee in de problemen brengen. Dus doe dat gewoon niet. Het enige nadeel is als je over de grens gaat, je wordt gepakt. Als je ten eerste je vuurwerk kwijt bent, één keer een strafblad. Of je dat wil. Ik heb zelf ook een strafblad en ik ben er niet meer blij om het te vertellen, want ik heb het zelf vroeger ook gedaan. Ik zou zeggen, joh, het is niet meer nodig om over de grens heen te gaan. Ons vuurwerk is net zo mooi. Ah, wat een mild verhaal. Harder knallen, mensen, harder knallen. Nou ja, harder knallen. Onze knallen zijn ook hard. Als jij bij mij een box koopt, dan heb jij ook. Dan denk je heel vaak als ik een box afsteek, zeggen ze, is dat illegaal? Nee, het is niet illegaal. Het is gewoon luchtgal. Dus je hoeft niet meer over de grens om harde knallen te hebben. Hier bij mij ook. Dag, hallo, Mark Baanders hier vanuit Lamblab. Lapland! Als presentator van een knotsknettergekke kerstshow voor op de NPO 3. Allemaal kijken, kijken, kijken. Oeps.